Dag aan alle kreeften. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken kreeft. Voor juli 2015 en voor een aantal onder jullie gelukkige verjaardag nog altijd. Wat hebben de planeten in petto? Wel, er is een vierkant en dat is eigenlijk een beetje een paradox, een spanning tussen twee planeten. En die spanning is er om die twee planeten weer terug in evenwicht te brengen. En het is tussen Saturnus en Jupiter. Dus Saturnus is de planeet van het realisme, van echt zijn, realistisch zijn. En Jupiter is de planeet van optimisme en mogelijkheden zien en vertrouwen hebben in de toekomst. Dus die twee clashen. En dat wil zeggen dat een aantal kreeften onder jullie misschien of te optimistisch gaan zijn, of te pessimistisch zijn. Het hangt er een beetje vanaf van je persoonlijke horoscoop. Want er zijn kreeften die over het algemeen iets eerder realistisch zijn. En er zijn ook kreeften die iets minder realistisch zijn en een beetje te optimistisch zijn. Dus het gaat hem om de balans te vinden. En op welke levensgebieden? Let op twee kreeften om niet te veel te spenderen. En waarom zeg ik dat? Omdat Venus en Jupiter, de twee planeten die alles groter maken, zich bevinden in jullie tweede huis. En het tweede huis is het huis van geld. En het is het huis van zelfvertrouwen. Dus wees niet... Maar als je al van nature iemand bent die wel let op zijn of haar portemonnee, dan is dat eigenlijk geen probleem. Maar voor sommigen onder jullie is dat het advies, geef niet te veel uit. Voor anderen onder jullie zal het eerder het advies zijn van word een beetje losser. En op welk gebied? Op het gebied van het vijfde huiszaken. Saturnus is daar. En Saturnus is een heel realistische, gedisciplineerde planeet. Wat kan dat zijn? Het vijfde huis is kinderen, maar ook uw eigen expressie. Dus voor een aantal onder jullie zal het met dit hier te maken hebben. Dat je je blik moet herzien omtrent je kinderen. Moet je strenger zijn, moet je minder streng zijn. Die balans terugvinden. En dat is sowieso al iets heel moeilijks voor iedereen die kinderen heeft. Heb je geen kinderen of zijn de kinderen al lang uit huis, dan gaat het meer over jouw zelfexpressie. Van hoe vind ik een manier om toch iets meer plezier te maken. Of misschien maak je net een beetje te veel plezier. Dus dat zijn de levensgebieden, creativiteit en geld, waarop dat je een beetje terug die balans dient terug te vinden. Dus voor de rest is het zeker geen lastige maand voor kreeften. Wat er wel ook is voor kreeften, zeker voor degenen die een ascendant kreeft hebben, is het wel nog altijd niet... u laten doen door ego-conflicten. Dus zorg ervoor dat je dat herkent, dat je niet, als er iemand nogal fel is ten opzichte van jou, wees ook fel, maar val niet in dat ego-conflict van zwart-wit. Maar dat zal jullie wel lukken. In ieder geval bedankt voor het kijken, jullie kreeften. Als jullie wensen om een reading te verkrijgen van mij, het is nu mogelijk om tegen een iets schappelijkere prijs een reading te verkrijgen van mij. Ik zit in Gent in het Parkcafé een aantal dagen. En alle informatie zal ik hieronder de link toevoegen. Bedankt in ieder geval. Maar doe je dat niet, dan doe je dat niet. Bedankt in ieder geval voor het kijken. En ik wens je een hele goede maand. Dag.